Vandaag gaan we jullie een track laten zien. Dus we gaan jullie vertellen hoe we tot het nummer High on the Wire zijn gekomen. En we gaan een beetje die tracks ontleden en dan kunnen jullie een beetje meekijken hoe wij muziek maken. Anderhalf jaar geleden waren we op tour in Amerika. En daar hebben we 2 maanden in een camper rondgereden en in elke grote stad eigenlijk opgetreden. En toen waren we op een gegeven moment in Boulder, in Colorado. Dus toen hadden we zoiets, oké, hier moeten we een banjo kopen. Want Daniel is altijd heel erg van de snaarinstrumenten. Dus de banjo ontbrak nog aan de collectie. Dus Daan had een banjo gekocht en zat achter in de camper. Als we aan het rijden waren, al die duizenden miles, dan was hij aan het banjo spelen. En toen hadden we eigenlijk al zoiets van, oké, er moet gewoon een track met banjo op de plaat komen. Dit is hem dus, in Boulder gekocht. Ik wist er dus nog niet zoveel van, dus ik ging gewoon een beetje pielen en zo. We hadden een instructie-DVD gekocht. We hadden een instructie-DVD gekocht. Zo zette ik mijn eerste stap inderdaad. Maar dat bleek al best wel vergevorderd te zijn. Maar goed, je stemt het dus altijd in een mage-laddertje, maar we voelden ons een beetje melancholisch. Dus toen werd het minor en dit was zeg maar het riedeltje. Heel simpel riedeltje wat eruit kwam. Het eerste ideetje is dus ook op een laptop gemaakt onderweg en het is eigenlijk nog heel simpel, maar dat werd dit. We hadden wel echt zo'n cowboy sfeer, weet je, we reden ook door die landschappen daar in Amerika en ja, die hele geschiedenis, die vang je flarden van op, weet je, in al die afgelegen stadjes waar we kwamen, ook in maffe plekken. Dus het had voor ons echt zo'n soort Wild West vibe, wat je ook vooral in deze eerste versie nog heel erg terug hoort. Maar dat was natuurlijk nog niet echt een nummer, dus toen zijn we eigenlijk met die melodie van Daniel, met die banjo, zijn we eigenlijk opnieuw begonnen. Van ja, hoe moet het dan klinken? Moet het heel druk een elektronummer worden of moet het een beetje bouncen? Dus toen zijn we gaan stoeien en nu zitten we inmiddels in de officiële sessie waar alle instrumenten uiteindelijk in terecht zijn gekomen. Even kijken, dus dit was dan op een gegeven moment een beat die we hadden gemaakt. Die bestaat ook weer uit een aantal onderdelen, weet je, het zijn altijd allemaal lagen die we gebruiken, dus we begonnen met een kickdrum, alleen deze, en een eentje erin. Dat is de basis al, daar begon het eigenlijk mee, de banjo en de beat. En toen zijn we dat gaan invullen. Dus Daan kwam zelf met een eigen basgitaarlijn die we daar dan weer bij zetten. Orgeltje erbij van Jori. Ik
kan me eigenlijk niet eens meer herinneren dat we het orgel hadden opgenomen. Maar het, het klinkt wel als de Hammond bij mij thuis. Ja, het is de Hammond. Ja, dat zal dan wel heel laat 's nachts geweest zijn. Inderdaad. Ja. Daan is een beetje doorgeslagen in die Americana snaarinstrumenten. Dus hij heeft ook een pedal steel gekocht. En dat is zeg maar een soort van liggende gitaar. Met allemaal pedalen eraan, waarmee je dus die snaren een andere toon kan geven, zeg maar. En dat ken je ongetwijfeld van die hele smeuïge Hawaïaanse muziek. Maar ja, dat ontbrak er ook nog aan, dus op een gegeven moment heeft Daan die ook nog ergens op de kop getikt. En die hebben we ook in het nummer verwerkt. Dat zijn... Dat hebben we dan ook, vaak leren we dingen ook, als we zeg maar één melodietje hebben, dan is het cool om dat meerdere keren op te nemen, zodat je een vollere sound krijgt, en soms meer stemmig te maken. Dus ook deze... Zo. Ja, dat is misschien wel grappig om te vertellen, want Jori die had dat melodietje gemaakt met een soort mellotron fluitjes volgens mij. En toen, zo zat het er eerst in en toen dachten we, oh ja, maar het kan ook misschien wel een pedal steel zijn. En toen, dat doen we ook heel vaak, dat we partijtjes gewoon inwisselen voor andere geluidjes en zo. Dat zie je me wel gebeurt, zeg maar. En dan marktplaats checken of het apparaat ergens te vinden is. Precies. Maar dan, wat moet er dan? Weet je? Dan moet je toch een soort refreingevoelachtig ding krijgen. Of in ieder geval een ontlading, iets van een andere sfeer heeft. Of, dus toen, ja, hoe we dat precies hebben gedaan, weet ik niet. Gewoon met gitaar lang lopen zoeken van wat is nou cool als opvolging. Dat is de magic, hè? Ja. Dat is de black box. Ja, dus toen waren we ook als eerste kwam die gitaar. En dat werd deze. Geluidje van Jori wat hij thuis had verzonnen bij en dat klinkt in zijn eentje klinkt dat zo. Met drums en gitaar. Wat je net hoorde was dan weer het tweede deel van het refrein. We vonden dat ook weer een beetje saai als dat stukje met de gitaar, als dat alleen maar zo doorging. Ja. En na 8 maten was het alweer tijd voor een ander continent. Inderdaad. Even een contrastje maken, zeg maar. Dus toen gingen we ook, ja, dat ontstond ook weer uit een jam sessie eigenlijk met een rare schakeling van instrumenten. Maar het hoofdingrediënt voor dat stukje, wat ook heel kenmerkend is voor de track, vind ik. Is een kalimba, dus een duimharp. Dat is zo'n doosje, een soort sigarenkistje met een aantal staafjes erop die allemaal een andere toon hebben. Daar hebben we dan een contactmicrofoon opgezet en die in een tape-echo gejackerd. En daar zit, het is eigenlijk gewoon een soort bandrecorder die in een lus zit. Kan je hier goed zien. Dus een tape die loopt zeg maar hier in een rondje, gewoon eeuwige rondjes. Dus het geluid gaat erin, het wordt opgenomen. Het loopt een rondje en het wordt hier afgespeeld. Dus waardoor het een soort echo wordt, zeg maar. En daar hebben we die kalimba doorheen gejaagd. En dat ook weer in 3 lagen, dus 3 keer opgenomen, op elkaar gestapeld. Dus toen waren we eigenlijk... 2 coupletten, 2 refreinen en verder. Dus coupletten bestaan uit banjo, pedal steel. Refreinen bestaan uit gitaar en kalimba, zeg maar. Dat hadden we 2 keer herhaald en ja, dan komt de onvermijdelijke space break. Die eigenlijk wel in bijna elk nummer van ons weer terugkomt.
idee dat het op een gegeven moment helemaal moet gaan spacen, zeg maar. Dus toen zijn we eigenlijk allemaal een beetje geluidjes gaan ontwerpen en door filters gehaald. En hebben we eigenlijk minder op melodie gezeten, maar meer op sound en ja, elektronica. Maar voordat we die plaat überhaupt gingen maken, toen hadden we wel al bedacht van het zou wel leuk zijn als we dit keer zelf wat meer van die vocalen kunnen doen. Omdat we op Where the Wild Things Are vooral met gastvocalisten hebben gewerkt. Wat op zich heel goed beviel, maar ja, het was eigenlijk een soort verdieping die we zelf nog niet ontdekt hadden. Dat we altijd instrumentale muziek hadden gemaakt. Dus voor ons was het een leuke uitdaging om zelf teksten te gaan schrijven en te kijken hoe onze drie stemmen met elkaar mengen en ja, hoe we onze eigen vocalen kunnen verwerken in onze vreemde muziek, zeg maar. Als we kunnen zingen, als we nu ook nog kunnen zingen, dan kunnen we echt alles maken als band, zeg maar. Weet je wel, dan heb je gewoon die vrijheid om ook die... Dus het was ook een beetje durven, weet je wel. In het begin zaten we allemaal in de studio, echt allemaal in een hoekje, zo van... La, la, la. Hey, moet je horen wat ik gedaan heb. Ja, is nog niet helemaal goed, maar het is een idee. En op het einde stonden we wel echt schreeuwend voor de microfoon, zeg maar. Dus we hadden wel vrij snel het idee van hier moeten we iets met teksten en stemmen doen. Kijk, wie kwam er mee? Jij, Jori? Of jij? Met die Man on Wire? Ja, Jori. Ja, ik had in het vliegtuig inderdaad die documentaire gezien. Ja. Het is een documentaire over een Fransman en die heeft de droom om kort te dansen tussen de twee torens van het World Trade Center in New York. En dat op een wonderbaarlijke wijze lukt dat hem, zeg maar. We beginnen dan even bij het couplet en dat is dus Daniel aan de lead, die hoor je het meest. En Jori doet de achtergrond aanvullende stem. Lucid dreams, taking flight, picture myself high as a kite. Leap of faith from wall to wall. You can't catch me and I won't fall. Take me higher to trees on fire. Gonna walk on the wire. En het refrein is wat simpeler, daar zingen we eigenlijk allemaal dezelfde stem. En daar doe ik ook nog een beetje mee op de achtergrond. Solo. Take me higher. Trees on fire, wanna walk on a wire, got a burning desire. Dat was ik. Woe! Ja, en het is ook wel een beetje de verdeling, want Simon heeft wel vaak de lage onderkant, zeg maar, van de partijen. En dan Daan en ik wisselen elkaar een beetje af in of de hoogste of de... Dat ligt dan weer net aan... welk gebied het is of zoiets. Ja. En kijk, het einde is wel leuk om even te laten horen. Daar was het devies dus van, oké, allemaal is je trot uit je keel zingen. En dat levert wel hilarische shit op, als je het aan mij vraagt. Dus nu hoor je alle stemmen van ons allemaal en daar hebben we ook weer een paar lagen in gemaakt, even zonder muziek. Take me higher, take me higher, take me higher, take me higher, take me higher. Ja, dus toen waren we om elkaar te blaren, maar toen hadden we toch zoiets van, ja, dit is nog niet echt een einde. Dus we zaten een beetje vast en toen kwam Kip met een lumineus idee. Nou, toen dacht ik van, kijk, doen we gewoon aan het einde van het nummer, doen we dit. Briljant, dachten wij. Wow, wij allemaal, nee!